Hey Jonathan. Ja, nu ben ik weg. Hey. Oké, ik sta hier naast jou. Jordan de Ninja. Zot, hè? Of Jordan de motherfucking Ninja. Kijk. Het zal zijn, man. Oké. Je mocht een getal kiezen tussen de 1 en de 11. 7. 7. Zijn zeker? Het zal zijn. Oké. Deze is wel leuk. Wat zou je doen moest je president worden? Fortnite verwijderen van de servers. Heftig. En iedereen dat Fortnite speelt op zijn hoofd slaan. Waarom zou je dat doen? Omdat Fortnite fucking kut is, haast. Het is het populairste spel op dit moment, hè. Ik heb er al 2 boxjes voor kapot te slaan. Ik heb er al veel te veel voor afgezien voor Fortnite, haast. Dat is niet normaal. Zoveel. Dat gaat mijn dood nog worden, Fortnite. Dat is niet goed. Dan zouden we nog iets doen. Iets verbeteren, natuur, ding. Ah ja, ja, ja. Ik zou iedereen nog gratis BMW geven, mijn camo. Omdat ik vind dat er meer van die auto's moet rondrijden. En ik zou alle arme mensen geld geven. Hoeveel? 10 miljoen. 10 miljoen. Ja. Ook aan mij? Maar jij bent arm. Ik heb wel 2 armen, maar... Ja, wow. Ik zal je ook wel 10 miljoen geven. Oké. Zeg maar een getal. 6. 6? Zijn zeker? Ja, zeker. Oké, de vraag is, wat als je nog maar 1 week te leven had, wat zou je dan doen? 1 week, 7 dagen. Ik zou gewoon krapul doen. Krapul, wat is dat voor een krapul? Dingen uitsteken, zo wat je niet mocht, snap je, zo inbreken ergens. Ja, maar dat doe ik ook zonder dat ik dood ga, hè. Is dat... Ik zou dat nu niet doen, als ik dood ga, zou ik dat allemaal doen, hè. Maar niks heftigs, alleen inbreken. Ik weet niet, ik zou nog. Uw laatste week, bijvoorbeeld uw laatste dag. Allemaal wijven ik nu ook. Wijven. Ja. Had Johnny dat aan kunnen? Hm? Johnny. Ja. Maar... familie ook. Doe het ook van. Leuke. Wat? Familie nu. Nee. Mijn familie doorbrengen ook. En veel dingen doen. Leuke maar, dingen. Ja, wat je nu ook niet mag doen van de wet, snap je? Zoals? Ja, ik zei het toch. Kun je proberen inbreken, ja. Wat nog? Mensen slaan of zo? Mensen slaan. Ja. Allee. Leuk, hè? Nog iets? Nee. Oké, ik sta hier naast. Stefan. Oké, Stefan. Je mocht een getal kiezen tussen de 1 en de 11. 5. 5? Oké. Zijn er een beetje van rapmuziek? Nee, niet echt. Nee? Oké, maar de vraag is wel, met welke rapper zou je 1 dag willen doorbrengen? Mocht ook wereldwijd. R&B. Ik denk dat ik dan... Ja, Bruno Mars is niet echt de rapper. Hè? Dat is meer... Je mocht Bruno Mars ook kiezen als je wilt. Ja, dan Bruno Mars en anders Lil Kleine, denk ik. Oké, waarom met die mensen? Ja, het lijkt me gewoon vet. Bruno Mars is zeker wel wereldster, dus dat vind ik super vet. En heeft veel geld. Dat ook. Lil Kleine gewoon omdat het leuk is, denk ik. Maar hij heeft ook weer geld, hè? Ja. Zou je met een restaurant dan willen gaan? Misschien wel, ja. Kaviaartje eten? Ja, dat sowieso. Oké, ik sta hier naast. Ja, naast Nari. Je mocht een getal kiezen tussen de 1 en de 11. 7. 7, ook al 7. Oké, wat zou je doen moest je president worden? Ja, een beetje genieten van het leven, maar je hebt zo... Genieten van het leven? Ja, je hebt zoveel geld dan en ja, misschien ook een beetje goed doen voor de mensen, dus zo een beetje andere dingen. Wat zou je dan doen, iets goeds? Ja, zullen de mensen minder belasting misschien moeten laten betalen, want dat is ook zo aan mijn tand. Maar zo... jij hebt het dan nog in belasting, hè, of wel? Ja, nee, ik nog niet, maar ja, de ouders, dus ja. Ja. Die horen er wel een keer over spreken en zo. En misschien, ja, zo de belasting een beetje naar beneden. Jij zou echt wel iets goed doen. Ja, denk het wel. Ik hoor er echt mensen bij die gingen echt de domste dingen doen. Ik heb gelijk iemand gehoord die wat Fortnite weghalen. Zou je dat ook doen? Nee, dat zou ik niet doen. Ik speel het graag. Echt? Ja, ik speel het wel veel. Oké. Okay. Zou je dat ook doen als je president wordt? Ja, dat weet ik niet. Ja. Misschien wel, maar misschien ook niet. Wil je ergens skin laten maken? Ja, dat zou ik wel doen. Oké. Dan heb je geld en zo, dus ja. Oké, ik sta hiernaast. Maarten. En Jason. Okay. Ik heb nog je uitgelegd wat je moest doen. Oké, je moet een getal kiezen tussen de 1 en de 11. En als je bijvoorbeeld 7 kiest, dan krijg je die vraag. Oké? Oké, waar ga je eens mee brengen? Je mag het getal kiezen. 8. 8? Wacht, deze vraag. ik kan die vraag niet stellen dan nu. Wat zeg je? 11. Oké, 12. Ik kies een ander getal. Ik kan die vraag echt niet stellen aan nu. 1. 1? Kies een ander getal, dat ga ik ook niet stellen aan nu. 2. 2. 2 is hoeveel is je outfit waard? Is dat oké voor u? Krijg je dat?
Deze heb ik gekregen. Oh, wacht, ik moet uitbreken, hè. Oh, we gaan eens springen met je schoenen. Hoeveel zijn je schoenen waard? 19. 19, hoor. Oh. Heb je sokken aan? Ja. Hoeveel zijn die sokken? Iets rond de 10 euro. 10 euro. En uw broek? 30, 40. Pak 40 euro. Heb je een onderbroek aan? Ik hoop van wel. Ja. En weet je hoeveel je onderbroek ongeveer heeft gekost? Nee. Nee? Pak gewoon dan 10 euro ook. Beetje duur zijn. Heb je een riem aan? Nee. Nee? En uw trui? Hoeveel was die? Deze heb ik gekregen. Ja. Gekregen? Ja. Ik had 20 euro bijhangen. Okay. Heb je een t-shirt aan? Ja. Hoeveel was die? Die heb ik ook gekregen. Ja, rond de 19 euro was het. 19? Ja. Oké, okay, daar ga ik 19 op plakken. En uw petje? Dat was 20. Ja, 20. Dat was redelijk veel. Hoor. 20. Heb je nog armbandjes of ring aan? Wow. Hoeveel waren die? Deze heb ik gekregen. Deze was 2 euro. Ga ik er 4 euro op plakken? En uw uurwerk? Nog 1, 20. 20? Ja. Oké, 20. Oké, hoeveel denk je dat je outfit waard is? Er een beetje meer telt in je hoofd? Geen idee. Oké, je outfit is 162 euro. Veel? Zo veel, hè? Ja. Voor uw leeftijd? Ja. Zijn je content? Ja, denk ik. Oké. Ik kan nu bij je broer. Hij mag nu een getal kiezen. Oké, ik sta je naast. Ivo. Alles goed met u? Ja, goed. En hoe vindt het hier? Ja, gezellig. Hè? Veel YouTubers, zoals altijd. Vrienden terugzien, mensen ontmoeten en filmpjes maken. Hè? Sowieso. Oké, ik ga een vraag stellen. Een vraag. Jij mocht een getal kiezen tussen 1 en 11. 9. 9. Oké, deze vind ik wel leuk. Een boodschap voor je ex. Een boodschap voor mijn ex? Heb je een ex? Ja, ik heb een ex. Ik mis jou. Oh, ik dacht echt dat ik ging zeggen. Ik haat u, val dood, dit, dat. Maar nee, bro, ik ben nog altijd single en ik mis haar. Mis haar? Hoe lang is het al geleden dat het uit was? 5 jaar geleden. 5 jaar geleden, mis haar. Durf je een naam zeggen? Of, Nee. De kans dat ze kijkt is heel klein. Hè. Ja, ik weet het, maar... Een letter? Iets letter? Dat is ook I. Dat is ook I, ja. Ivana? Nee. Ivo? Nee. Kon, hè? Het zou wel cool zijn, hè? Ivo en Iva of zoiets? Nee. Ines was ze, Ines. Oké, en je mis haar. Zou haar terug willen? Ik mis jou, maar als ik iemand anders terug vind, dan salut. Fuck haar. Ja, nee, maar ze is echt super lief en zo. Het waar is gaat door. Ze is van Mozambique. Ken ik niet. Ken je dat niet? Ja, ik doe bij zo, hallo. Dat is ergens in Afrika, Oh, ha. Ja. Dat is wel ver, hè? Ja, man, ze is terug en... En zoek een vriendin? Ga je een paar fixen voor mij of wat? Ja, ik weet niet. Of zit je op Tinder? Ik zit op Tinder, Ivo, 21 jaar. Anders gewoon Instagram, hè. Ivo Shima. Stuur me een DM of zoiets. Ik zoek... meisjes tussen 18 en 20. Wat nog? Ik ben geen racist, dus mag alle kleuren. Maar ik liever als je Braziliaans bent, wow. Je kunt het terug, kijk, zeggen eerlijk. Braziliaanse. Ik heb Braziliaanse chicks, man. Ja. Zie je kwijlen? Ik heb dorst. Ik heb dorst. Ja. Brazilië is een heel warme land. Met, we leven in België, hè? Ja, België heeft een goed weer en zo. Ik ben nu niet klaar. Oh. Rustig, meneer. Sorry. Uit mijn comfortzone. Met waakhonden, hè? Waar zijn naartoe? Daar. Je mocht in beeld blijven, als je wilt. Moet niet, hè? Je mocht ook weggaan, hè? Oké, ja. Hij is al ouder. Hij mocht een getal kiezen. Ja, pak dan 8. Ik ben een beetje ziek. Op welke afkomst val jij? Ik val op alle types. Zolang dat ze blond haar hebben, is dat allemaal een pluspunt bij mij. Dus light skin met blond haar is oké voor u? Light skin? Dus helemaal wit? Nee, light skin is zo... Dat is tussen wit en zwart, zou je zeggen. Oh ja, zegt. Allemaal perfect voor mij. Zolang dat innerlijke telt en wat blond haar, dat zijn echt wel de pluspunten.
Hoe ze eruit zien, dat maakt mij echt niet uit. Iemand met gevoel, wat ik niet heb. Echt al een vriendin? Nee. Mijn ex van 2 jaar geleden steekt nog in mijn kop, dus... Zit je op Tinder? Ja. Je misschien je Tindernaam doorgeven? Ja, maar nee. Dat doe ik als ik gewoon mij verveel, dus voor de rest zie ik... Wil je geen nieuwe vriendin? Oh, rustig, hè. Altijd welkom. Wat is uw naam? Jason. Achternaam? Dat ook liever privé, maar als het op Instagram is, is het gewoon Jasonboy met 2 O's en 2 Y'en. Volg hem, meisjes, als jij interesse hebt in deze man. Klaar. Oké, ik zei naast de enige echte. Jaroski. Oké, en hoe is mijn kanaal? Goed, hè? Ja, nee, gaat wel lekker hoor, zeker weten. Fortnite nog steeds, Call of Duty, GTA, alles. Ik ben eerlijk, ik ben niet zo van die games, maar ik kijk u wel. Awesome man, dankjewel. Oké, we mochten een getal kiezen tussen de 1 en de 11. Nou, dan ga ik voor mijn lievelingsgetal. En dat is 4. 4? Die is nog niet. Oké. Welke nationaliteit zou je willen zijn voor 1 dag? Nationaliteit? Ja. Holy knetter, dat is een lastige. Ik heb al iemand gehad die zei een Malteser. Een Malteser? Nee, ik zou het niet weten. Je mag echt kiezen waar je wilt, hè. Ik denk dat het wel grappig lijkt te zijn om Chinees te zijn. En dan in een Chinese restaurant gaan werken. Achter de wok of zo. Want dan kan je puur... Want ik weet dat die mensen je kunnen verstaan als je daar gaat praten. Terwijl als je dan iets aan ze vraagt, dan geven ze geen antwoord. Ja. Dus dan kan je best wel met mensen gaan lopen kutten, denk ik. Ik weet wel van de Chinezen dat ze redelijk streng zijn in de keuken. Ja, nee, dat klopt. Sowieso zijn Chinezen heel streng in alles wat ze doen. Ze hebben echt regeltjes en alles erop en eraan. Ook wel nette regels, zeg maar. Gewoon qua hoe ze zijn allemaal. Dus dat is wel top. En wat zou je nog doen buiten dan werken? Ja, ik zou het echt niet weten. Wat doen Chinees? Ik heb geen idee. Ik denk hetzelfde als iedereen eigenlijk. Ja, ik denk het. Ik zou het echt niet weten. Oké, ik sta hiernaast. Anthony. Joselie. Ah, vandaar ik ken u naam van ergens, man. Ja, Anthony maakt video's. Interviews, man. Oké, vandaar ken ik u. Oké, we mochten getal... Wow, ik kan het echt moeilijk uitspreken. Getal kiezen tussen 1 en 11. 7. 7, ook 7. Oké, wat zou je doen moest je president worden? Bro, ik zeg je eerlijk, gewoon thuis rustig eten. Thuis rustig? Ja, jong. Ik heb mij niet zoveel schelen als president. Ik kan gewoon genieten van mijn leven en mijn geld. Ja, ik wou net zeggen, het wel veel geld kunt. Ja, veel ik doen. Ik kan daarvan genieten, jong. Je zou niks goed doen, zo goed toe helpen of zo. Ja, sowieso wel, maar functie over de samenwereld en zo helpen. Nou, jong, ik ga gewoon rustig mijn leven. Als ik dat geld heb, ik gewoon rustig leven. Ik ga zeggen, dat is het een beetje, jong. Niet gelijk Trump, wat Trump aan het doen is. Nee, is je ziek? Zat. Nee, jong. Ik was zijn vrouw, dat gaat niet liggen. Ik heb zijn vrouw eigenlijk nog nooit gezien. Dit is fucking lekker, man. Oké, ik zou dat nu doen. 50. Melfje kan erbij. Ja, voilà, sowieso. Oké, dat is eigenlijk gewoon een simpele vraag. Ik had een spannendere vraag verwacht, jong. Oké, kies een ander getal. Kies een ander getal. Zou we zeggen of het spannend genoeg is of niet? 3. Deze kan wel spannend zijn, maar het is niet heel spannend. Oké, waar liggen die spannende vragen? Hoe. Jij mocht van mijn getal kiezen. Kies een getal. Oké. Ah, 11 vind ik, 11 heb ik nog niet gehad. Oké, pak maar 11 dan. Wat is de duurste aankoop? Is het spannend genoeg of moek? Iets nee, anders. Het is niet zo spannend, iets anders. Wat zou je doen moest je lief vriendin vreemd gaan? Oh my god. Is die spannend genoeg? Ja, Oké. Ik denk, ik ga gewoon naar haar, als ik kijk, bol af, nooit meer afkomen. En die gast waarmee die is vreemd, kan ik slechts de tanden eruit, ik denk. Heb je op dit moment een vriendin? Nee, jongens, dat is een paar maandjes geleden gedaan. Ja. Oké. Oha. Ik heb net iets heftig gezien. Oké, maar zou die guy dan in elkaar staan of uw vriendin? Nee, ik denk als ik die gast niet zie op dat moment, dat kan me dan niet zoveel schelen. Dan ga ik gewoon tegen mijn vrienden zeggen van kijk, bol af, niet meer tegen mij spreken. Maar als die gast daarbij is en ik zie dat, die gaat nooit meer recht komen, denk ik, joh. Ah, ja. Pijnlijke woorden. Ja, allez, kom. Ah, hij mocht eens kiezen. Wat zou gaan? Ik kies 5. 5. Die is wel leuk. Maar wel, jij luistert naar rapmuziek, of? Ja. Ah. Zijn rapper? Spetkeer. Nee, man. Dit is een trail, zo. Oké, maar welke rapper zou je 1 dag willen doorbrengen? Met de... Zo zonder zijn, joh. Jason Trill. Jason Trill? In Happylands. Ja, in Happylands. Space. En loopt hij ook nog rond? Allee, fietsend. Ja. Is makkelijk, hoor. Maar mijn microfoon is hier.
We zijn op de Bai Thijs. Het is hier heerlijk, sowieso. En een shout-out naar Glenn Hooft, omdat hij gewoon een legend is, sowieso. Hij is er al bij van voordat ik YouTube kende, dus check deze guy. Check deze guy. Yo! Let's go! Oké, terug naar u. Ja, Jason Trill in Happyland, ja. Happyland? Ja. En zou je niet met meegaan naar de duistere kant gelijk zijn laatste liedje? Nee man, dat is te negatief. Oké, stel je voor dat Jason Trill daar staat waar de cameraman staat. Wat zou je dan doen? Ewa fucka. Ja, gewoon een handtekening vragen. Vragen als hij wie erbij heeft. Wat? Wow! Nee, ik wacht maar. Nee, dat is geen wiet. Nee. Lean? Lean, dat wil ik wel eens proberen. Oké, ik sta hiernaast. Amex TV Gang. Nicole. Maak ook video's? Nee. Oké. Oké, je mocht er telt kiezen tussen 1 en 11. Pak 3. 3. Oké, liefde of geld? Pak 4. Welke nationaliteit zou je willen worden voor 1 dag? Pak 6. Wat? Wat als je nog maar 1 week te leven had? Wow, yo bro, je hebt echt moeilijke vragen, ja, bro. Sorry. Broski, pak maar laatste keer. Hè. Pak 8. 8. Op welke afkomst val jij? Bro, moeilijke vragen. Hey, ik ga niet veel zeggen, maar je weet toch. Amex TV Gang, je naam zijn. 10 is makkelijk. Pak 10. Hoeveel verdien je per maand? Wow, yo. G, je hebt echt moeilijke vragen. Oké, wacht hè. Hoeveel is je outfit? Zit er ook tussen? Ik pak wel hoeveel. Ja, nee. Wat is je duurste aankoop? Dat zit er ook tussen? Kijk, een seconde. Ja, voor daar zijn twee moeilijke vragen. Je kunt ze even kijken. Laten we eentje kiezen, sorry man. 5, pak 5. Oké, met welke rapper zag jij 1 dag willen doorbrengen? Met welke rapper? Ik denk Jaden Smith. We hebben aan het denken wie de fuck dat is. Weet je, I am just an icon living. Icon living. Ken je dat liedje niet? Ik ben aan het denken, man. Kom aan, Jaden Smith, kom aan. Ik denk dat ik hem wel ooit al heb gehoord, ooit in mijn leven. Oké, dan pak je iemand anders. Tyga. Oké, is goed. Waarom Tyga? Die guy, man. Hij is aan het poppen, man. Zijn twee laatste clips, ik zeg eerlijk. Ja, maar hij is echt aan het poppen. Die guy heeft stijl. Ik weet niet, man. En wat zou je doen? Moest je bij hem zijn zo? Ik weet niet. Ik weet dat niet, man. Die guy gaat gewoon dik. Tyga, ik gun jou, you know what I'm saying? Like, Tyga, I fuck with you and shit, you know what I'm saying? Amex TV fuck with you and shit. You know what I'm saying? Like, yeah, like, damn. En wat vind je van Lil Pump? Lil Pump is trash, bro. Wat is dat met? Nee, schudden. Hij heeft wel een liedje met Kanye West, hè? Ja, maar dan nog, dat is trash. Okay. Ze zijn allebei trash. Kanye West, Lil Pump, designer, allemaal trash. Wat is dat? Wat is dat voor allemaal bullshit? Bro. Kun jij rappen? Ik. Drop, als je kunt. Ik voel dat je ik kunt. Ik kan niet echt rappen, maar you know what I'm saying? If you give me the beat, I'ma spit some bars and shit, you know what I'm saying? Poochik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 
Ik kan freestylen. Oké, doe keer. Maar dan heb ik een beat nodig. Oh, geef me een woord, een Engels woord. Engels woord. Ashkere. Nou, dat is een woord, bro. Come on. White. White. Yeah. Amex TV gang in your bitch, yeah. I be wearing white shoes in the shoes. I be in the club with them hoes. Amex TV gang, you know what I'm saying? Amex TV gang, spitting. Nou bro, je moet bij mij staan. Je moet ook spitten. Oh, ik kan niet spitten, man. Come on. Je hebt gewoon een liedje in macht. Come on, come on. Maar, ja, okay, dat is waar. Come on, gewoon freestyle. Ik kan Lego. 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 Ik kan niet freestylen, Nick. Hè. Ik zeg u eerlijk. Gee, je bent een rapper, toch? Mensen, ik maak muziek, maar mijn teksten duurt 2 maanden voordat dat af is. Bro, je bent een rapper. Sorry, het spijt mij. Nu de meisje. Nu mag je de meisje. Meisje, jij mocht kiezen. Meisje. Hey, meisje. Oké. 5. Wow. Ik ga voor 5. Wacht. Nee, 7. Wat als je president wordt? Is die goed? Ja, die is goed. Oké, wat zouden we doen? Alles gratis.
alles gratis? Ja. Echt alles? Ja. Alles, ook van pindakaas? Pindakaas, dat is wel lekker, hè. In Reese's, in zo van die... Maar Nee. Maar pindakaas, smaakt dat naar kaas of naar pinda? Naar allebei, denk ik. Ik heb geen idee. Naar okay, pinda's. Oké, maar... Zou je alleen dat doen of zou je ook iets doen, een goed doel of zo? Ja, ik ben voor de dieren. Welke dieren? Mieren? Ja. Ja, nee. Gewoon voor dieren die zo... Ja, die beginnen uit te sterven, zo... Olifanten. Panda's. Panda's. Panda. Ja. Oké, nog iets? Wat zou ik nog doen? Ik heb al gehoord iemand zo Fortnite verbieden. Zou jij dat ook doen? Oh ja, gosh, ja. Ja. Dat is wel het populairste spelletje, hè? Dat maakt niet uit. Dat maakt mensen kapot. Oké. Zullen we nog iets doen of niet? Wacht. Even snel denken. Hebt u tijd? Ik kan gewoon knippen. YouTube verbieden. Oh, de erg dat gehoord. Als zij president wordt, zou ze YouTube verbieden. Waarom? Waarom, ja. Hoe doet er niks mis? Bullshit. Nu kom je wel op YouTube, hè? En misschien op Facebook, ik weet nog niet. Maakt mij niet uit.